Vanaf 1 januari oefenen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uit. Vlaanderen maakt daarom werk van een nieuw bovenlokaal cultuurdecreet dat in werking zal treden vanaf 2020. In de tussenperiode wordt een warme overdracht voorzien door de creatie van een nieuwe subsidielijn in 2018 en 2019. Het transitiereglement. Het reglement is bedoeld om culturele projecten met een bovenlokale uitstraling te ondersteunen. Wie een project indient, kan een subsidie tot 25.000 euro ontvangen. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet de aanvrager een feitelijke vereniging, een privaat rechtspersoon of een publiek rechtspersoon zijn. En gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten of een combinatie van deze cultuurdomeinen. Bovendien moet je project in het Vlaams gewest plaatsvinden en het Nederlands als voertaal hanteren. Je project wordt beoordeeld op 1. De concrete uitwerking en de kwaliteit. 2. De bovenlokale uitstraling en impact. 3. Cultureel ondernemerschap. Innovatie, transversaliteit, voorbeeldwerking, interactie met je doelpubliek en duurzaamheid zijn additionele criteria en kunnen je aanvraag versterken. Indienen kan digitaal via de kiosk-applicatie van de Vlaamse overheid. Meer info vind je via de link onderaan. We wensen je alvast veel succes met je project.